Wat als een kleine, nietszeggende ruzie is begonnen, eindigde in een gewelddadige dood. De 43-jarige Benito W. is gisteravond overleden na een vechtpartij aan de Surimamboweg, een zijstraat van de Koesewijnenstraat. Onze nieuwsdienst heeft van ooggetuigen vernomen dat het in eerste instantie ging om een auto die verkeerd geparkeerd stond. Het latere slachtoffer wilde de vechtersbazen uit elkaar halen, maar moest het met zijn leven bekopen. Tijdens de vechtpartij zijn er schoten gelost. Degene die heeft geschoten maakte zich uit de voeten, waarna een paar mannen Benito W. aanvielen en zwaar mishandelden. Het ambulancepersoneel constateerde na aankomst dat hij geen tekenen van leven meer vertoonde. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.